Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Hi, William. Why do? Hoe gaat het, William? Ik word rustig, Herman de Pinas. Vanuit Nigeria, hè? Hi, vanuit Nigeria. Mm-hmm. Hoe gaat het in het district zelf? District is vrij rustig. Iedereen doet hun ding. Veiligheid nummer 1. Het is weekend, zondag. Het is familiedag. Iedereen besteedt hun tijd, zeg maar, heel kostbaar met ze. Dus een vredelievend man in die keri. Meestal had je in het weekend, forense dagtoeristen die naar Nigeria kwamen vanuit Paramaribo en soms ook vanuit Guyana. Hoe is het met toerisme in Nigeria? Toerisme is gelet op het feit dat in Guyana het veel redelijker, zeg maar redelijk goed gaat. Hebben we heel veel Guyanese des weekends in Nigeria. Stedelingen, ik denk dat alles te maken heeft met de veiligheid in het binnenland. Men kiest eerder om naar Nigeria te komen. Nigerianen die niet meer in Nigeria wonen en leven, maar in Paramaribo en daarbuiten, kiezen allemaal voor Nigeria. En het is een hele opleving. En merken we op vanaf vrijdag tot en met zondag. Dus dat doet ons kleine hosselaars heel goed aan, man. Oké, dus Nigeria is booming, Nigeria floreert met toerisme. Jawel. Oké, nou zou je niet denken als je kijkt naar de economische situatie in het land? Kijk, wij Nigerianen hebben al vanaf jaren 40, 50 zelfs eerder bewezen en aangetoond dat wij niet zitten wachten op een betere economische omstandigheid. We work hard, man. We doen ons best. We klagen niet te veel, we doen ons ding waar we kunnen. En het is altijd gebleken dat Nigerianen overal ter wereld, zelfs daar bij jullie, zijn allemaal jongens en dames die allemaal hun best blijven doen, man. En ik denk dat wat Nigeria zo aantrekkelijk maakt, is de gastvrijheid. Je voelt het, je ervaart het, maar meer nog de veiligheid. Dus ik denk dat we hier iedereen let op elkaar, op een positieve manier. En ik denk dat met alle komst van iedereen daarbuiten om Nigeria hier, zeg maar, hun tijd door te brengen, creëert alleen maar meer kansen voor ons allemaal hier. Oké. Okay. Eenmaal jij in Nigeria aan het promoten bent, stel ik een vraag hier voor diaspora, mensen die naar Suriname reizen. Als iemand zo'n weekend naar Nigeria komt, wat is er te beleven? Wat kan een toerist meemaken in Nigeria? Kijk, als het een toerist is van Europa, dan zou je alles kunnen krijgen wat jullie daar niet krijgen. En dan praat ik over gewoon met je blote voeten in het modderpoel lopen, de biggiepan in de racepolders. Je kan gaan hengelen, je kan gaan vissen, je kan gaan birdwatchen, je kan gaan zwemmen. Jij noemt het en het wordt geregeld. Je kan een grote kukui in je bordje eten, je kan van alles genieten, man. Een doks, een pittige doks. Een zeekrobia, een tilapia, een yaribaka, we hebben alles. Nu is het leguanentijd. Je krijgt gewoon een lekkere leguane masala in je bord, man. Letterlijk alles, meneer Pinas, wat een Europeaan niet krijgt in Europa, krijg je in Nigeria, broer. Oké, okay. Aanbevolen. Je beveelt een keer aan om te bezoeken. De laatste tijd zat je ook in het parlement. Hè? Ik dacht 2018, 20, zat je bij de NDP in het parlement. Deze week was de bestuursverkiezing. Je hebt een nieuwe voorzitter. Gefeliciteerd. Jenny Simons is de nieuwe voorzitter. Dankjewel. Yes, NDP is gefeliciteerd. Suriname gefeliciteerd. Mm-hmm. Is dat jouw droomkandidaat? Kijk, we hebben heel veel dromen. En ik ben iemand in de politiek. We zijn niet gehecht aan een kandidaat. En dat heeft de heer Bouterse ons altijd geleerd als jongeren van Suriname. Raak niet attached aan een persoon. Loop achter de filosofie. En ik denk dat ongeacht wie zou winnen, wij door zouden moeten gaan met de veranderde wereld. En ik denk dat NDP een kans heeft benut om eigenlijk, ja, het is de structuren die heeft bepaald. En haar verkiezingswinst was grandioos. Dus ik denk dat dit is precies wat NDP'ers willen. En ik denk dat we hiermee elk Surinamer de kans aanbieden om die verandering te zijn wat wij willen zien in de wereld.
Maar dat is niet de kandidaat van Waidu. Je mag een kandidaat hebben, toch? De keuze was reuze. Sorry? Nee, ik zeg, je mag een kandidaat hebben. Ik vraag of dat jouw kandidaat was, mevrouw Simons. Nee, meneer Abrahams en meneer Simons waren beide mijn kandidaten, omdat beide hun sporen hebben verdiend. Nee, maar je kan niet op beide stemmen. Ik bedoel, het zou makkelijker zijn om nu te praten naar mevrouw Simons de mond, want zij is in charge nu. Maar je kan, dat is te politiek correct. Je kan toch niet op twee stemmen? Nee. Dat klopt niet, broer. Kijk, luister. En dit is precies dat ding, hè. Kijk, wanneer wij worden geïnterviewd, we hoeven niet mee te gaan en eens te zijn met de journalist. Ik blijf het zeggen. Je vraagt me om eerlijk te zijn. De partij NDP is de partij die ik ondersteun. Het is niet de persoon die zitting neemt of de functie bekleedt van de voorzitter. Het gaat om de filosofie. Daarom gaf ik u een inleiding. Het gaat om de filosofie van de partij. Ongeacht wie daar zit, als je het met dit land meent en je past binnen de filosofie van de NDP, dan ongeacht wie dat ding trekt, je zal je schouder moeten geven aan de ontwikkeling. En daarom zeg ik, beide kandidaten waren kanjers. Beide kandidaten de afgelopen weken hebben zoveel interviews of M-nieuws heeft men in de ether gegooid. Via social media, noem maar op. Je bent als individu alleen aansprakelijk voor jouw eigen handeling. Dus ik zeg weer, ongeacht, en daarom heb ik het ook onderbouwd, de structuren hebben gekozen, grandioos, voor mevrouw Simons. Rest mij om mijn schouder onder het werk te zetten, zodat we allemaal kunnen profiteren van de ontwikkeling die we willen brengen. Dus dat u zegt dat ik per se een kandidaat moet hebben, nee man. Voor mij maakt het niet uit, omdat beide kanjer zijn. Je mag niet stemmen, hè? Het is makkelijk praten. Ik had geen stemrecht. Aha. Maar er waren structuren. Het zijn de resortvoorzitters in het hele land. En die waren er 72. Mm-hmm. En natuurlijk kon je je advies geven van, broer, dit is hem en niks anders. Oké. Maar is deze mevrouw Simons, is zij de juiste persoon om de partij te leiden in deze moeilijke tijden? Voor Suriname en ook voor de partij vooral? Kijk, ik denk dat Suriname, en ik zal praten over de NDP, na 37 jaar van hun bestaan, dat wij eindelijk een nieuw voorzitter hebben gehad. In deze crisis, dan wel uitdaging, niet alleen in Suriname, maar in de wereld, van goed leiderschap, denk ik dat mevrouw Simons een verleden heeft in de politiek. Ik heb 5 jaar haar mogen ervaren binnen het parlement. En ik denk dat zij degene zal moeten zijn om het vertrouwen binnen de politiek, maar meer nog onder jonge vrouwen en vrouwen. En vrouwen weer terug moeten brengen. En ik denk, als we praten over leiderschap, denk ik wel dat mevrouw Simons de komende 5 tot 10 jaar een rol heeft te vervullen voor elk een die iets willen bijdragen. En als ik zeg elk een, iedereen daar buiten Suriname. We hebben een soortje van gemaakt, zeg maar, sinds onafhankelijkheid. We zijn nog niet daar waar we willen zijn. En ik denk dat mevrouw Simons en elk ander een rol te vervullen heeft. En in deze zou ik zeggen, time will tell. En ik zal mevrouw Simons eigenlijk de gelegenheid willen geven om haar bijdrage, samen met een team van deskundigen, om dit job te klaren. Zo zie ik dat. Mooi. Je bent ook een jong Surinamer, ja, jonge Surinamer, politicus, zakenman, ondernemer. Ben je niet teleurgesteld dan als je kijkt naar mevrouw Simons, bijna 71 jaar, Abraham, 71 jaar. Waar is de verjonging? Jij bent toch iemand die voor verjonging staat en altijd hier op de radio over praat? Kijk, een verjonging moeten we dan duidelijk maken aan elk luisteraar wat dat eigenlijk betekent. Wanneer iemand 71 of 72 jaar is,
wil dat niet zeggen dat je die persoon moet bedanken en op een zijlijn plaatsen. Verjonging wil niet zeggen dat je alles in je bagage hebt om een functie te bekleden. En ik zeg het weer, we hebben altijd hier in Suriname geschreeuwd dat we verjonging willen. Kijk om je heen, meneer Pinas, hoeveel jonge mensen durven hun carrière op te offeren om in de politiek te gaan waar er zoveel haaien zijn. Ik blijf het herhalen, ons politiek in Suriname is nog niet daar waar we willen zijn. En niemand durft, of heel weinig, laat ik het nuanceren, heel weinig mensen durven om die jas aan te trekken, om die fight aan te gaan met die haaien binnen de gevestigde orde. Dus in dit geval, we hebben een heleboel politici die boven de 70 zijn, maar er zijn maar een paar die nog hun bijdrage willen leveren naar eer en geweten. En de historie ligt daar. Ga na van al die leeftijds en boven 70 jaar. Ga hun track record na. En dan vraag je als jongeling af, wie zou ik moeten ondersteunen? Want je komt niet in die boot omdat je jong bent en babs en je krijgt een functie. We hebben ook een heleboel jongeren gehad met topfunctie. We hebben ze nog steeds in de huidige kabinet. En kijk maar hoe ze omgaan met het volk. En je hebt zelf gezagdragers. Ze zijn jong. En ze weten niet eens met respect het volk toe te spreken. Dus daarom wil ik hier vaststellen. Niet jong zijn of oud zijn moet op basis daarvan moet beoordeeld worden. Of je geknipt bent voor het vak. Ik zeg, mevrouw Simons, die is heel wijs, heel fresh in haar geheugen. Wij NDP'ers geloven in haar. En een heleboel niet-NDP'ers, dit wil ik wel benadrukken, hun roep is gehoord door de structuren van de NDP om te kiezen voor een vrouw, een kanjer van een vrouw, een keiharde vrouw. En laten we kijken wat de tijd zal uitwijzen. Want Oepsa, sinds onafhankelijk, Oepsa om in Takuro na nga bigi skwala en tenousma emik muiti en ap lobby ga kondre. Dus mino denk tak ete fifiari mog ago mislek fa furusma wan mek u denki toch unu no give up ina moi kondre disi omdat a kondre disi tja potensi en mo tegi wansa meneer Pinas usap omen smad na diaspora de na buitenland. Ap moro bribi ina kondre disi strana fu draai kombaka ma oma politiek dirty play. Sa ei play de afgelopen jaren. Met de man etak waido. Mino offer mi carrière in a buitenland. Fukong nasranang omdat mi loba kondre. Da want to man denki fu por mi libidja. Omdat mi e mening nang asranang. Dus daarom etak nang ala de man isi. Hoor pasensi. Bungting e kong. Mooi, maar de vraag was hoe jij naar die verjongen kijkt of niet verjongen in de partij, in de top. Wij jongeren krijgen elke aangelegenheid geboden binnen de partij. Er is nergens en nooit heb ik ervaren tot nu toe dat een jongere op basis van hun leeftijd aan een kant wordt gezet. Iedereen wordt ingezet. En er ligt een historie daar. Sport en jeugdzaken Karkong. Jammer genoeg hebben een heleboel jongeren het verprutst, moet ook gezegd worden. Maar ik blijf het zeggen, papa Daisy Bouterse heeft altijd geloofd gehad in jongeren. Dus daarom hoop ik ook dat er meer jongeren actiever in de politiek gaan. Niet omdat ik iets van klap de je long way, omdat ik iets van tegenslag, je in een bemoeimorange politiek. Juist draap je in godoro, want het zijn juist de doorzetters binnen de politiek die het willen doen voor de gemeenschap, die zullen het verschil uitmaken. Dus oudere, jongere, broer, de politiek klimaat in Nigeria biedt de kans voor een ieder. Maar het ligt bij jouw doorzettingsvermogen, jouw idealen, jouw visie voor dit land, hoe ver en hoeveel offers je bereid bent te brengen voor een eerlijke kans voor elk individu in de samenleving. Want daar gaat het allemaal om. Sangwe doet idee voor een betere tamaraki allemaal. Daar ligt het verschil.
Mooi zo, maar mooi verwoord ook. Ben je beschikbaar? Ja, ik ben beschikbaar. Weer op een kandidatenlijst voor assemblee, kijk, Nationale Assemblee? Bij ons vorige interview heb ik kenbaar gemaakt dat ik geen dingen belangstelling meer heb voor een parlementariër, omdat 5 jaren daarmee gelopen. En als je kijkt om je heen, je wilt meer doen voor de gemeenschap. Snap je? En ik heb ook aangegeven hoe ik mijn bijdrage wil leveren. En dat was in de uitvoering. We hebben de reacties gezien. Het is altijd plus en min en je zet het op balans. Ondanks alle reacties blijf ik het zeggen. Ik blijf mijn bijdrage leveren aan de politiek. Zij het nu als lid van de partij, zij het nu in de toekomst als parlementariër, want mensen komen naar de winkel en die vragen van why do fuck a jongeman, je komt op een lijst. Ik zeg broer, het wel of niet op een lijst komen, papa, ik al lang niet meer. Snap je? Want anu mi moest daar een keer in jullie bi. You abis daar een keer in jullie bi en mina you spreekbuis. En if a gemeenschap want dat mim drape, dat ook kon join a party en meken kenbaar naar structuren. Snap u? En ik geloof in structuren. En dat is precies wat ik wil. Dus nogmaals, meneer Pinas, ik ben beschikbaar voor mijn land. Want ik liep met het idee om dit land te verlaten 1,5 jaar terug. En ik heb dat idee allang weggegooid. Ik ga hier dood en ik zal hier blijven in Suriname. Waarvan akte? Ik laat het hierbij. Heb je al contact gemaakt met nieuwe voorzitter van je partij? Ik was gisteren daar. Ik heb ze allemaal persoonlijk gezien. Een handdruk gegeven. En ik denk dat wij na gisteren full speed het werk moeten voortzetten in het veld. En ik denk dat we dan allemaal ready daarvoor zijn. Ja, maar je houdt wel 2 kampen over, hè, na zo'n avond. 2 kampen, 3 kampen. Hoe meer kampen er is, hoe scherper we moeten blijven. Het kan nooit zo zijn dat er maar 1 kamp is. Weet u waarom? Anders gaan we domme dingen doen. De mens is nou eenmaal zo ingesteld. En ik ben blij dat er 2 kampen, maar vanwege het grotere doel dat we allemaal nastreven, moeten wij samen verder. En als enkele mensen dat nog niet snappen, dan zal het ook zo blijven. Maar de wereld draait niet alleen om ons alleen. De wereld draait over veel grotere dingen. Dus nogmaals, bradanga's, alle de NDP'ers en alle de mensen die hun hart op de juiste plek hebben voor dit land en die iets anders willen, alstublieft. Mevrouw Jenny Simons, uw voorzitter. En wat Tjane Waka. Dankjewel, William Waidu vanuit Nikeri. Alsjeblieft. Live. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.